allemaal. Het duurt niet lang meer voordat kerst is en ik ga jullie deze weken een heleboel lekkere en simpele kerstrecepten laten zien. En vandaag begin ik met een zalmtartaartje. Dit recept is echt super simpel en heel erg snel klaar en echt ideaal voor kerst. Ben je benieuwd hoe ik dit recept maak? Kijk dan vooral mee. Om het zalmtartaartje zo mooi mogelijk te maken is het handigst als je een soort van uitsteekvormpje hebt in de vorm van een rondje. Ik had deze niet, dus ik heb gewoon een klein pannetje gebruikt en deze omgekiept op het bord. Maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan een hele kleine springvorm. Die kun je ook gebruiken als een soort van uitsteekvorm. Of je kunt het ook doen met misschien wel een heel klein kopje. Heel veel succes met koken en tot de volgende keer. Doeg!